Nou, dat was een prachtig begin, dames en heren. Dit was de bedoeling. Zag je wat er gebeurde? Je had een hele leuke, je had een soort van Efteling geluidje. Welkom bij de Daily Business Blog. Mijn naam is Jonik en ik neem je in deze show mee in mijn onderneming. En ik help jou door het delen van beste tips en tricks om je laten horen te groeien. Vandaag is jouw tijd. Dus let's get louder. Oh ja. Yeah. Oh, jongens. Kijk. Ja, dames en heren, dit was het geluid wat eigenlijk verkeerd ging. Dat is de evil laugh. Why? Maar die staat onder, geen idee, want ik had onder mijn intro, ik had een verkeerde knopje, dames en heren. Zo zie je maar, het is live. Het is live. Van harte welkom, dames en heren. Geweldig dat je er bent. Wat fantastisch dat je er bent. Ja, gezellig. Marianne zegt, lachen, goedemorgen, Aramiek en Mirna. Yes, we zijn hier aanwezig, dames en heren. Het is vandaag 19 mei. Wat een mooie dag. En we gaan het vandaag hebben over innerlijk groei en vooral over waarheid. Hoe ziet dat nou? Dat zo lachen, je zegt dat weer. Innerlijke groei. Dat ik zeg altijd. Innerlijke rust en groei. En gisteren hadden we daar nog een heen en weer. Zo van, maar hij propt alles in één door de snelheid, door zijn enthousiasme. Ik snap het. Dus we gaan het vandaag gewoon hebben over innerlijke rust. Innerlijke groei. Ik weet niet, maar jij stopt alles in één. Ach, jongen, ik heb een promotie gisteren goed gedaan. Dan klopte de waarheid met vrede niet. Nou, zo zie je maar. Zo gebeurde dus dat ik innerlijke rust groei. Sorry. Alle kijkers en luisteraars, je ziet het. Het is een prachtig mooie dag. Het is woensdag. En weet je wat leuk is? Dat het vandaag woensdag is. Nou ja, hij is een beetje laat. Want vandaag is mijn geweldige beste vriend Raymond jarig. Dus vandaag is een feestdag. Dus lieve Ray, ik weet dat je onderweg bent. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We wensen je echt een fantastisch mooi 360 dagen vol spoed en overvloed en verliefde, gezelligheid, gelukzaligheid en vooral mogen al je doelen en dromen uit gaan komen. Ik durfde niet een YouTube filmpje te doen met Happy Birthday, want dat worden we eruit geknikkerd uit Facebook, maar dan weet je van harte gefeliciteerd, lieve Ray. Helen zegt ja, hip hip de hoera, Ray is jarig vandaag, dus weet je, als je zo meteen komt, krijg je een dikke knuffel van ons en we hebben hier een hele feestdag voor je geregeld, dus doe rustig aan als je echt bent. Kom er gewoon gezellig bij. En ja, een dankbaar iets ook naar alle kijkers en luisteraars. Want we zijn over de 19.250 downloads heen. Nou, wat zal ik zeggen? We zitten precies op 19.250 downloads. Dus dank dat jullie massaal aan het luisteren zijn. Aan het downloaden zijn. Het is ongelooflijk hoe hard dit gaat. We gaan naar de 20.000 en dat wordt een groot feest zoals ik beloofd heb. Dus weet je, thanks again alle podcast live kijkers, geweldig te zijn. En ja, Clubhouse is aan het groeien, want vanaf gisteren of vandaag is de Android. Iets eerder, maar er waren maar een paar mensen die erop konden, een soort van selectief gekozen. Lancering. Ja, en nu kan iedereen erop. Dus mocht je op Android zitten, ga meer naar volgen, ga mij volgen. Wellicht dat de volgende keer dat ik gewoon van mijn eigenwijze paard afkom, dat we dat over 2 weken wel om 11 uur in het clubhuis gaan doen. Voor nu heeft het team een 11 en advisory board en iedereen besloten om het even niet te doen. Dus weet, en daar, waarom zeg ik clubhuis? Omdat we op clubhuis op de 2600 volgers zitten. Dat is ook leuk om te vermelden. En waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag over iets heel leuks hebben. Het nieuws van de week. Ja, je weet nooit wat ik doe, hè? Nee, evil laugh. Krijgen we nu weer. Ja, dit is zo cool. Een soort van Ivanhoe binnenkomt of zo. Oké, okay, leuk. John, wat komt naar Tombola? En ja, nieuws, want je hebt een prachtig mooie sessie gepland. Ja, wat mooi. Ik doe elke maand een soul feeding sessie. Dus letterlijk het voeden van de ziel. Aha. En die is wel ontstaan eigenlijk door de coronatijd natuurlijk. En we doen veel online. En Yoga Dreams doet veel online. Ja. Maar ik merkte dat ik ook echt zelf vanuit wat ik voel, wat er nodig is, dat ik elke maand een sessie doe. En eigenlijk had ik hem al gepland, dus alles stond al op de site. Dat doet Marjolein, die werkt het allemaal mooi uit op de site. Prachtig. En dat zou een yoga nidra zijn. Dat is de slaap van de yoga. Ja. Dat stond er al, maar op een gegeven moment dacht ik, nee, er is iets anders nodig. Want we gaan open, de wereld die gaat stap voor stap open. Mijn yoga studio Yoga Dreams gaat ook open volgende week woensdag, de 26e. En op de 25e doe ik mijn sessie. Toen dacht ik, ik ga niet de yoga nidra doen, die komt wel later.
We moeten ons beschermen tegen overprikkeling. Oh. Want het is superleuk wat we nu allemaal gaan doen. He, we kunnen weer terrasje, we kunnen wellicht weer gaan reizen. We zijn uitgewinkeld weer, soort van, nu we kunnen we weer terrasje. Shoppen, nog steeds lekker in die rij staan. Maar en alles wat heel leuk is, maar we vergeten dat we een jaar in die bubbel. Ja, dus zien we je mooi gezicht. Ah, goed zo, hi. Hallo. Dat we een jaar in die bubbel hebben gezeten. En heel veel mensen die bewust of onbewust wel weten van, hey, ik ben al hoogsensitief of ik ben al gevoeliger voor prikkels, die eigenlijk heel erg genieten van die bubbel, die echt wel denken, oh ja, leuk, dat allemaal. Maar mag het een beetje gedoseerd? Ik voel aan alles in mij dat doseert eigenlijk niet gaat gebeuren. Ik denk dat het als een tsunami Boom. Over ons heen komt. Waarom? Ook als ik kijk naar mezelf. Ik zat te popelen. Ik bedoel, we gaan al steeds naar een terrasje. Ik ga al lekker uit eten in de middag en nu ook in de avond. En alles wat er mogelijk is, daar maak ik ook volop gebruik van. Ik ga ook weer reizen. Maar ik weet ook, bijvoorbeeld ook als ik stap nu de yogastudio in. Dat is een pand van 800 vierkante meter. Er is daar iemand. Ik ga op mijn mat zitten. Ik sta mijn livestream te doen. En ik druk die knop erin. En ik ben onwijs verbonden geweest met die mensen. Dat hebben we geleerd. Hè, om op een andere manier te verbinden. Op een andere manier met onze zintuigen om te gaan. En ik kijk uit naar de 26e. Maar ik denk ook. Dan staan er gewoon weer 80 man per dag gewoon in mijn studio. En die al een jaar niet gewend bent. Nee, iedereen, wow, we willen weer. En ik krijg ook allemaal berichtjes, weet je, van kan niet wachten. Maar dat is ook iets waar we niet mee hebben gedeeld al een jaar. Dus het gaat niet gefraseerd. Het gaat niet in stapjes. Eigenlijk is het gewoon een voorbereidingssessie. Het is eigenlijk gewoon een debriefing van wat is geweest. En een briefing richting eigenlijk wat je gaat doen. Bijna eigenlijk een vooropleiding. Precies. Eigenlijk wat ik ook in mijn meditaties heb gedaan. Hè, bijvoorbeeld beter slapen begint overdag. Dan heb ik ook de meditaties op een gegeven moment van maak je bewuste overgang van de dag naar de avond. Dat je niet alles meeneemt, maar niet dat je in één keer uitgewerkt bent. Dat je naar ja, maar dat je al die prikkels meeneemt, maar ook dat er al de prikkels van de kinderen weer dus maakt. Ja. Die bewuste overgang. En dat is wat ik op 25 mei om 8 uur ga doen. Dat is een soul feeding sessie. Bescherm jezelf tegen overprikkeling. Want dat kun je leren. Dus ik doe in mijn soul feeding altijd eerst de bewustwording en de kennis geven en de inzichten. Met daarbij ook vaak wetenschappelijk bewezen onderzoeken, zeg maar. Van wat gebeurt er nou in je systeem? En hoe kun je dan beschermen? Want kan we zeggen, nou bescherm jezelf, klaar. Maar hoe ga je dat doen? Dus dat doe ik in die sessie. Ik neem de mensen ook mee in de meditatie. Inderdaad, wat jij ook zegt. Het is als voorbereiding op dat je jezelf openstelt voor alles wat er komt. Want er komt natuurlijk ook weer heel veel liefde, connectie, verbinding, echt real life. Maar dat je tegelijkertijd ook voelt van oké, maar ik hoef niet meteen alles van iedereen over te nemen. En dat je dan thuis komt aan het einde van de dag. Nee, allemaal leuke dingen, maar je denkt, god damn. Ja, want is dat wat je ziet gebeuren steeds als we opgaan, dat bijna als we een vacuüm erin gezogen worden? Is dat wat er? Nou, dat is wat ik bedoel. Daarom noem ik het woord tsunami. Ja. Want we zeggen wel, ja hoor, nee, soepeling, stap voor stap. Maar dat gaat niet gebeuren met die energieën. Nee. Want iedereen zit als een soort van tijdbom. Ja, het is net een pakt iets en dan doe je een gaatje. Ja, dat is leuk. Ook al denken we dat we dat doen, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Te veel energie, opgekropte energie. Ja, er is te veel opgekropte energie. Er is te veel verdriet nog. Er is te veel, maar er is ook te veel angst. In de zin van, ja, dit vind ik heel leuk. Maar hoe hou ik mij staan? En ook heel veel mensen die dat wellicht niet durven toe te geven. Maar die zijn er heel veel. Ik vond die bubbel eigenlijk heel erg fijn. Ik vind het thuiswerken eigenlijk heel erg fijn. Ja. Ik wil die fear of missing out. Die heb ik helemaal niet meer. Ik vond dit eigenlijk lekker. Ik vond dit eigenlijk heel erg lekker. Dus op een gegeven moment ga je ook weer mee met dat stukje van, oh, we kunnen weer open. Want verplichte dat merk ik ook, sociale whatever. Ja, nou, is zo verplicht. Want ik kijk altijd eerst naar mezelf. Van, oh, hoe ervaar ik dit? En als ik zelf al voel, oh yes, we kunnen weer open, de studio. Ik bedoel, daar heb ik een jaar op gewacht, hard voor gevochten om het staande te houden. Eindelijk is het er. He, dus je zou alleen moeten denken van, wees daar heel blij mee. Maar tegelijk voel ik ook van, oké, Meer. Jij moet elke keer als jij die studio weer binnenstapt, moet jij even weer bewust zijn van dat jij niet al die emoties, al dat, ook dat enthousiasme,
keihard laat binnenkopen, want je staat wagenwijd open. En ik heb daar gisteren een over gedaan van, you know your vibration is high when animals and children are naturally drawn to you. En dat gebeurt er dus nu ook in mijn leven, maar ik weet dat als er was iets gebeurd, iets leuks gebeurd, toch? Ja, ik heb een aanloopkat, die is er al een jaar. Dat is niet mijn kat, maar die ligt elke dag op mijn borst, op mijn hart. Letterlijk met zijn pot op mijn hart. Dat is echt heel bijzonder. Maar er komen dus steeds hier. Is een vriendje aan het roepen. Het is een soort van kattenpension. En ik ben helemaal geen kattenmens, Aramiek. Echt, ik denk altijd, weg, hè? Weet je wat dit? Maar die komen naar me toe, dus ik ben nu 3. Oh, wauw. In plaats van... Maar ook met mijn dochter, weet je wel? Die relatie is ook veel relaxter, maar ook intenser. De relatie met mijn partner is... ik wil niet zeggen relaxen, want ik vind het heel intens. En het is ook, we hebben het vandaag over de waarheid. Maar als je dus die frequentie hoger hebt, even om toe te komen. En dan gaan we dadelijk wel weer over die waarheid hebben. Dan sta je dus ook mega open voor alles wat er binnen kan komen. Dus, en ik weet dat meer mensen dit gaan hebben. Dus lieve mensen, ook al is alles leuk wat we nu gaan doen, beschermen we jezelf, want het drained, letterlijk leeggetrokken is. En daarom is die soul reading sessie denk ik super belangrijk. En waar kunnen ze zich aanmelden, Livina? Dan kan ik je meteen ook op Instagram met de video's. Dat is op meernaonline.nl. Dan zie je ook, als je naar beneden scrolt, de soul feeding sessies. En daar kun je je aanmelden. Dus dan kun je live meekijken. Kun je niet op die kun je ook nog gewoon lekker nakijken. Dus een onbeperkt of een tijdelijk van 3 dagen. Super. En elke keer zijn we weer tussen de 75 en 100 man bij elkaar. En die energie, als je het hebt over higher frequency. Dan moeten we met z'n allen daar naartoe. Er gebeurt wat. Dat is niet normaal. Ik heb het eerder benoemd dat online dat je dat kan voelen. Waardoor andere zintuigen natuurlijk wegvallen. He, dat fysieke contact hebben we niet. Het oogcontact hebben we niet. Maar er zit alleen maar energie. Ja, het is magisch. Maar ik voel dus dat dit nodig is. Dus moet er een andere sessie wijken. Yes. En dan kan je zeggen, ja, maar er komt tijd en ik moet de tekst weer aanpassen. Dat is het dit maar. Is wat nodig is. Dus hap, schakelen en doen. En dan merk ik dus meteen, ik gooi hem vanochtend eruit, die mail. En bam. Aanmelding, maar ik krijg ook reacties. Meer, ik werd vanochtend wakker, ik bracht mijn kind naar school. Ik zal die later ook posten haar. Geweldig. Ik heb akkoord ook. En ze zegt, ik voel aan alles en het is niet toevallig, dan komt jouw mail binnen. Meer, ik doe mee, want dit heb ik nodig. En dat dus intunen weer op wat er nu nodig is. Wat voelt goed, zonder te kijken naar kost het werk, moet ik iets veranderen. Nee, doe wat nodig is. Mooie afsluiting voor het video. Goed gedaan. Dus bij Myrna Online, dames. Ik ga check it out. En ik zie heel veel kenbaarheid. Marjan zegt, ook katten zijn heel spirituele wezens. Ze kunnen ons ook healen. Zen masters noemen ze. Ja, ook met die poot schattig. En even kijken, Helen zegt, zo herkenbaar. Even kijken of ik iets verkeerd deed. Nee, soms loopt van alles nog wat. Ja. En talking about over prikkeling. Hoe zie je dat? Oké, we gaan het 6 jaar doen met z'n allen. Dan zijn we daar 26, zijn we open. Denk je ook, geef je ook mensen, het begin als recept voor succes, zou je ook mensen aanbevelen om 1 keer per maand dit gewoon te doen? Ik bedoel, het is niet zo dat als je eenmaal voorbereid hebt, dat je in 1 keer die tsunami hebt, dat je veilig bent. Nee, maar dat is niet 1 keer in de maand. Ik bedoel, als je... Datgene wat ik ga leren, en wat we natuurlijk al vaker in yoga doen, maar nu is het heel bewust op dat thema, dat zou je elke dag moeten doen. All right. Dus je elke dag als jij de auto instapt, of elke dag straks als je weer naar je werk moet, elke dag als je weer je sportschool binnenstapt, elke dag als je theater binnenstapt, elke keer als je het festival binnenkomt, elke keer als je het restaurant binnenstapt, dan ga je daar doen. Gaan we door. Is niet 1 keer en een quick fix. Nee. Sorry. Ja, dang, weer geen quick fix. 1 keer in de maand. Sorry. Helaas. En is dat ook wat je 25e ook mensen mee gaat nemen, die bewustwording wat je nu creëert bij ons? Ja, maar jongens, denk maar ook niet... meteen een praktische tool. Precies. Ik heel erg van praktische tool. Dus dat gaan we ook echt intunen. Die geef ik je mee, zodat je meteen ook toe kan passen. Het is niet een inzicht. Dan denk je, jij leuke moeder. Na het inzicht, dat is altijd zeg maar het onderdeel van mijn soul feeding. Ik begin met het uitleggen, wat is hier aan de hand? Waar komt het vandaan? Hoe kun je het traceren en dus bewust worden? Dus het inzicht. En vanuit daar, wat ga je er dan aan doen? Ja. Want met een inzicht of inspiratie kom je er niet. Het is helaas, natuurlijk altijd was weer de actie. Het maar zo. Ja, exactly. Maar is super fijn. Ja. Maar ik vind op. Het zelf altijd heel praktisch. Oké, leuk dat ik dit nu dan, weet. En dan? Nou, fuck dat. Zo wat te doen. Ja, leuk. Nee, dus je gaat echt naar huis met een tool om dat te kunnen doen. Elke dag weer. Mooi.
Dus dames en heren, ik heb hem hier onderaan aan Soul Feeding Sessie. Bescherm jezelf tegen overklink. Via de website meernaonline.nl. 25 mei om 8 uur 's avonds. Ja, klopt. En kun je niet op die dag meedoen, dan kun je altijd de replay. Nou, ik zou het gewoon doen. En als je denkt van, nou, bij mij is dat... Ik ga zo'n slechte brug maken. Ik ben benieuwd. Ik zeg al, ik ga een hele slechte brug maken. Dan valt de brug van... Maar mocht je denken, ik heb ook een lekkage. Ik moet tegen overprikking als in business willen beschermen. Dus zo'n slechte brug, jongen. Zorg dat je je aanmeldt voor de training van morgen. Is zo slecht. Dus mocht je weer naar die team willen halen, ik deel me 7 topstadieën om je zichtbaarheid een boost te gaan geven. Juist niet vanuit overflikken, juist vanuit rustig aan doen. Ik wist niet hoe ik het anders moest drinken knallen. Aramiekaonline.com, forget about it heel snel. Want wat vooral waarom ik dit organiseer om je context te geven is, ik heb afgelopen weken zoveel vragen gehad van oké, Aramiek, LinkedIn, je hebt het nu over LinkedIn, maar ik kan alleen maar je e-book downloaden en that's it. Dus morgen is een mastermind training. Al je vragen aan me stellen is interactief. We gaan met z'n allen video aanzetten, een Zoom sessie. Vergeet het woord training of workshop. Het is gewoon gathering van vrienden elkaar. Dus als je het leuk vindt om met mij over je LinkedIn te hebben, dingen te gaan leren of je profiel checken door me te laten doen, meld je aan via aramiekaonline.com en zorg ervoor dat je erbij bent. Eigenlijk is dat wel een mooie brug, want eigenlijk wat je daar ook doet, wat ik net zei, dus ik ben geswitcht van de yoga nidra naar bescherm jezelf tegen overprikkeling. Jij zegt ook van, oh, er kwamen zoveel vragen, jij kan je e-book downloaden. Maar hè, ik wil meer weten. Dus Zeker. Je tuned in op dat Absoluut. Wat er nodig is. Dus eigenlijk doe je exact hetzelfde. Eerlijk gezegd. Je maakt een switch en je zegt, oké, ik zorg dat ik er ben. Nina, en kom ik zweer je uit de grond van mijn hart. De laatste keer dat ik die training heb gegeven was echt 5 maanden geleden. Hmm. Want toen was het nodig. En nu voelde ik afgelopen 5 maanden dat het niet nodig was. En opeens door juist al die vragen denk ik, oké, you know, dat is weer een tool wat... Voor nu, zeg maar, met die golf. Ik zeg altijd, het gaat altijd in golfbewegingen. Ja. Nu komt die golfbeweging dat mensen weer ready zijn. Oké, we gaan open. Oké, shit. Ik moet wel naar het kantoor. Wat moet ik met LinkedIn? Nou, ik heb iets ooit van geleerd. Maar hoe zat het nou ook alweer? Dan is nu de tijd. And everything has its own perfect timing. Absoluut. Je weet dat ik ook bij je kom straks. Ah, jongens, dit wordt zo leuk. Dat is kan je de niet tijd forceren. Wanneer die is. En als je die voelt, wanneer iets de tijd ervoor is. Ja. Hè, dat is eigenlijk waar we het steeds over hebben als Grappig ik hier ben. Dat, en, maar daar komt het toch wel weer op neer. Doe wat je voelt wat nodig is voor de ander, maar dus ook voor jezelf. Ja, ja. Je intuïtie heel hoog houden. En Helen zegt, ik heb me meteen aangemeld, Mirna. Super. Het klinkt heel raar als je dat zelf zegt, maar het wordt heel bijzonder omdat ik dat dan aanvoel. Exactly. Omdat je voelt, dit nodig op dat dit resoneert. Moment. Je hebt een mailtje gestuurd. Het resoneert en dan weet je, ik vind het dit gaat zoveel doen, omdat ik het voel aan mezelf dat ik het nodig heb. Snap je? Ik moet mezelf beschermen. Dat, en dan zijn er heel veel mensen met mij die het waarschijnlijk nog harder nodig hebben. Want hè, als jij is dat wat je community voelt. Ja, ja, precies. Ja, zeker, zeker. En er is een hele oud rechter die zegt, to master something, keep on teaching something. En dat is het. Als jij denkt van, dit is wat ik nodig heb. Ik had het gisteren met, toevallig waren onze geweldige Marianne en Wim waren gisteren hier op kantoor. We hebben ontzettend leuk hier te praten. Ging het over een nieuwe lancering die ik ga doen. Dat heeft te maken met Monetize Your Expertise. Dat is een 7 maanden programma. En eigenlijk had ik een ander programma doorgegeven. Van, je moet gewoon het jaarprogramma doen van de Online Business Campus. Ik voel dan alles richting dat gesprek. Ik voel dan als ik dat niet was. Nee. Ik zeg, weet je wat, als je nou de switch zou doen. Als je nou de switch zou doen in de aankomende 7 maanden. Want het programma gaat over hoe verdien je 100.000 passief inkomen. Dus niet actief inkomen. Niet je huidige business. Maar hoe zorg je naar alle systemen, alle mensen, whatever. Is het doel natuurlijk challenge voor 100.000 euro. En ik voel dan alles, ja, dat moet ik met ze over hebben. En natuurlijk, zoals Marianne Wim hier ziet, ze zegt ook, ja, ik doe mee daar 25, zegt Marianne. Heerlijk, ja, zie je daar, Helen. Fijn. En dat was zo mooi, zodat dat is ook wat we nodig hadden. En dat is ook wat ik nodig heb. Ja. Ik zei gisteren letterlijk tegen Marianne, weet je wat, daarom zijn we het team aan het uitbreiden. Die exact wat wij aan het doen zijn. Ja. How about, ik neem jullie mee. Ja, ga mee in die evolutie, want dat is het. Je bent steeds weer, absoluut. Jij groeit, absoluut. En dat hebben we het vaker over, je is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Absoluut. Als je een goede business wil, moet je jezelf ontwikkelen. En ik noem Absoluut. Het altijd, door jezelf te ontwikkelen, kun je een ander laten groeien. Exactly. En dat is natuurlijk hoe het is. Alleen mensen vergeten het. En dan zijn alleen maar vaak, zeker in deze crisistijden, bezig met ook moet geld verdienen. En dan is het daar. Maar eigenlijk gaat het nog steeds over die persoonlijke ontwikkeling. En vanuit daar maak je soms hele rare stappen. Die eigenlijk in het hoofd, dat je denkt, huh, waarom neem je die stap? Dat is business-wise helemaal niet slim. En financieel niet slim. En toch voel je aan alles dat het is om daar weer te komen. Exact. Maar je hecht niet waarde aan het resultaat. Tenminste, dat probeer ik altijd. En de persoon die je wordt, dat is het allerbelangrijkste. Ja.
kan het bijna niet anders dan datgene wat ik nieuw zet, dat het klopt. Ja. In alle opzichten. Dat ik er blij van word, dat mijn omgeving er blij van wordt, mensen helpt, dat het financieel goed gaat. Ja, ja. Ik blijf het wonderlijk vinden, ja, hoe het werkt. Het is het simpele waarheid, komen we weer. De sleutel van be, have, do. En de meeste mensen denken is de have, do, be is. Dat is gewoon echt continu hetzelfde verhaal. En is dit een van de... Laat ik het andersom draaien. Laat ik naar de context gaan van... Je wilt het vandaag hebben over waarheid. Ja. Toevallig had ik gisteren vrede nodig. Ik had in de promo vrede ingezet. En Mirna zei, hoe kom je nou weer bij vrede? Die heb ik helemaal nooit genoemd. Nee, maar we hebben het nooit gehad. Nee. Het is ook niet dat ik overdag daarmee bezig was of zo. Het was, ik postte altijd s'avonds, maar dan een foto of wat dan ook. Dus ik was overal neergezet. Ik denk, ja, we gingen over de waarheid hebben. Oh ja, shit. Maar wat is het thema waarheid? Waarom gaan we vandaag over waarheid hebben? Wat was nou, bij jou? Ik wil dan wel, want daar geloof ik dus wel weer in, hè? Dat jij dan vrede opschrijft. Dat is niet voor niets. Weet je, ik heb dat bewust niet gezegd. Ik denk, dat waard natuurlijk nog even voor vandaag. Heerlijk. Want vrede is eigenlijk tevreden zijn. Maar tevreden zijn wordt altijd geassocieerd met laid back, and sit back and do nothing. Ja. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee. De vrede in jezelf voelen, als je kijkt ook naar... Ja, hoe word ik gelukkig? Dan is het eigenlijk, kom je altijd weer terug naar... realiseer je wat jouw ware waarheid, jouw ware natuur is. Oh. En als je bij die ware natuur bent, dan voel je vrede in jezelf. Dan maakt het niet uit wat je doet, dat is een gevolg van. Maar als je die vrede bent, dan ben je dus bij die ware natuur. Geweldig. Dus daarom moest ik onwijs lachen. Dus daarom denk ik, ga Aramiek vragen. Oh, kom jij weer bij vrede? Ja hoor. Maar dat is natuurlijk. Oh, denk. Want dat is natuurlijk wat jij oppikt. Ja, ja. En dat is meteen zo mooi als je het hebt over de waarheid. Er is niet één waarheid. Dus het moment dat jij van mij heel doorgaat, waarheid, resoneert bij jou vrede. Maar bij een ander die je zit te luisteren, is de waarheid is heel stelligheid. Dit is de waarheid en jij ongelijk. Ah. Hè, die dualiteit. Ja, ja. En daarom vind ik waarheid speelt, dat popt de hele tijd op. Overal is waarheid nu wat bij mij naar boven komt. En eigenlijk gaat het dan dus inderdaad, waar ik het net over heb, eigenlijk dus waar ik achter kom over die ware natuur. Want ik roep ook altijd, ieder heeft zijn eigen waarheid. En als je dat begrijpt, dan heb je ook veel meer empathie en sympathie voor de ander. Waarom die zo reageert. Omdat je denkt, ja, maar als dat jouw waarheid is, jouw echt stelligheid van, ja, maar daar geloof ik in, dan snap je dat je dit zegt. Of dat je nee zegt tegen dit. Maar er is natuurlijk niet één waarheid. Behalve dat je kijkt van, wat is mijn ware natuur? Maar bijvoorbeeld waar ik dan nu zelf in zit, is die mooie ontdekkingsreis. Dat je denkt, oké, weet je wel, dit heb ik lang als waarheid gezien. Of dit is mijn ware natuur. Maar mijn ware natuur is natuurlijk ook evolving, waar we het net over hebben. Als jij voelt, hé, maar ik zit in een andere vibe. Dan moet het, of niet moet, maar dan is het logisch dat alles wat de uitkomst is. Dus wat ik heb gemanifesteerd in die wereld. Matcht die nog wel met mijn ware natuur waar ik nu sta? Ah. Of eigenlijk waar je, hè, als je kijkt naar de Bhagavad Gita of de yogafilosofie, is het Atma. En Atma is je hogere zelf. En als je weer intuit, of waar ik het net over had, van als je voelt dat die vibratie hoog is, wat niet altijd heel fijn is. Want dus wat ik net zei, je staat wagenwijd open. En je pakt alle en je denkt, of je ziet dingen, je denkt, oké, wil ik dit wel? Ik vind het soms nog heel spannend en ik vind het soms heel eng. Maar als je weer terug naar die ware natuur gaat, dan kan het bijna niet anders als je daarnaar luistert, dat je de stappen gaat zetten die nodig zijn. Zonder, dat is ook zo'n lastige. Komt-ie hoor. Zonder attached te zijn, hè, dus verbonden zijn met de uitkomst. Zonder die hecht. Dus eigenlijk onthecht je van de uitkomst. Ja, maar en blijf je trouw aan je waarheid. Dat is weer moeilijk. Maar bijvoorbeeld die beslissing die ik heb genomen is door... dat kwam in mijn les dat ik zei van... Ik stop na 20 jaar met mijn allerlaatste vinyasa les. Dus de fysieke yoga is niet meer de manier, de tool die ik moet gebruiken om mijn ware natuur of hoe ik de andere mensen kan dienen.
is 20 jaar lang de tool geweest. En nog is steeds een baby van 20 jaar. Wow. Holy piep, is een volwassen kind. Die moet ik loslaten. Dus ik heb gewoon staan janken. Ja. Voor mijn Zoom. Sorry mensen, ik moet stoppen. Maar ook echt bijna zeggen, moet, ik kan niet anders. Ja. Uit, nou, ik wil niet zeggen please gedrag, maar wel van loyaliteit aan de mensen die al 6 jaar bij me zijn. Die in die om die 16 jaar gewoon les 16 volgen. Jaar, Mirna. Er was iemand die was 16 jaar, volgde zij. En dat was niet eens, want Yogadream bestaat niet eens 16 jaar. Die bestaat 14 jaar. Maar ik was al bij een sportschool in Zaandam begonnen. En daar was al mee, daar was ze al. Ineke Visser, ik weet niet of Ineke Visser... Ineke, we gaan zwaaien naar jou. Ineke, Esther Visser, dat zijn twee zusjes. Ongelooflijk, die loyaliteit. Wow. Maar dit heb ik er meer. Dus die voel je, die loyaliteit. Maar het mooie is, volgens mij heb ik dat vorige keer ook verteld, dat zij inderdaad gewoon dan mij weer melden van, ja, maar jij volgt altijd je hart, dus jij doet. Maar dat is dus ook weer terug, als we het hebben over die waarheid. Luister naar ware natuur. Maar die ware natuur gaat dus ook... Dus fixt, nou, op mijn 5 heb ik die ontdekt. Oh, lekker, ja, precies. En dit dat was is het. Purpose en daarna hoef ik niets meer te doen. Snap je? Die purpose die verandert dus blijkbaar. Maar dat is voor mij, Aramiek, dus eigenlijk ook eens van, oh, die verandert ook nog. Dang. Mijn ware natuur op zich verandert niet, maar de ontdekkingsreis van dat ik weer een leveltje hoger ga... die brengt mij weer tot andere acties. Wat geweldig. Maar het is een lijst spannend soms. Ja, echt, ik vind dat zo vet. Ik vind dat zo vet. Helen zegt, ja, je beschrijft het proces zo mooi op dit moment. En het is dieper weten van wat je moet doen. En ja... Oh, Helen zegt, sorry, ik moet het beter zeggen. Je beschrijft zo mijn proces op dit moment. Dus je bent Helen naar het proces aan het... Ja, maar dat is dus wat er gebeurt. Dus wat ik net al zei, van dat ik dus schakel en weet... Hoor. Er moet iets anders gebeuren. Dus die solfinesse wordt beschermd jezelf in plaats van yoga nidra. Dat wat zij zegt, of net zoals dat ik zo'n post doe met oké, die hoge vibratie en dat kan niet komen of kinderen naturally drawn to you, dan zijn er heel veel mensen. Dus het gaat niet eens om mijn proces. Eigenlijk leg ik alleen maar het proces uit wat er bij heel veel mensen gaat is. En het is zo spannend, zegt Helen. Dus het is een heel spannend proces. Heel spannend, want het gaat niet alleen maar om... dat bedrijf, het gaat om de relatie met mijn kind, het gaat om de relatie met mijn partner, het gaat om alles wie ik neerzet. En dus eigenlijk ook weer terug naar die kwetsbaarheid van alles wat je daar tegenkomt. Ik vind dat best heftig. Bijvoorbeeld, ik was uitgenodigd door de Liefdestalk bij Margit Seska. En ik heb daar gewoon heel openlijk zitten vertellen dat Hans en ik door een moeilijke periode gaan. En eigenlijk is het niet eens... Ja, is het wel, vind ik het heel moeilijk, want ik hou altijd van, alles moet een beetje vanzelf gaan. Maar het gaat helemaal niet vanzelf. Als je intens die commitment aangaat, dus alle twee heel erg naar die ware natuur gaat. En voluit leeft en niet gewoon settled van, je komt thuis en je drankje staat aan, je eet en hoi, wie ben jij? Veronique zei afgelopen maandag, luister, ik zit met mijn partner continu in zijn 6. Ja. Dus de versnelling die we gaan, omdat we continu intens aan het leven zijn. Oh, wat grappig. Ik heb dat niet gehoord. Nou, zie je. Zijn in ik ben zijn dus drie, niet we helemaal gek. In zijn 3 moet je mij wegdragen. Want het kost veel meer energie dan in zijn 6. Dus mijn partner, dat zijn ze letterlijk. Want mensen zeggen, hoe hou je het vol? Die tempo. Ja. Zeggen, dit is mijn tempo. Dit is waar je in gedijt. 1000% daar zitten. En dat is wat ik je hoor nou, zeggen. Nou, wij waren dus, dat is grappig. Dus Hans en ik waren bij mijn ouders op bezoek. En mijn ouders zijn natuurlijk al 50 jaar bij elkaar. En die kijken ons aan van, oh, het is wel moeilijk door met jullie. Kindjes. Ja, generatie van vandaag. Weet je wel. Ja, gewoon bitterballen en bier, weet je wel. Klaar. Maar gewoon... En ja, wij filosoferen veel. Af en toe zeggen we ook klaar. Ja. En af en toe zeiden we van, oh, het zou ook fijn zijn als we gewoon wat... Klinkt heel stom wat ik nu zeg, maar wat simpeler zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo, want ik... Gewoon eenvoudiger leven, maar dat is niet wie we zijn. Kon dat maar, kon dat maar. Dus ook die waarheid tussen in zo'n relatie. Ik vind een relatie het allermoeilijkste wat er is. Geef mij een crisis en ik fix hem. Exactly. Maar een relatie, you cannot fix the other person. Godverpillingen. Mijn hemel, weet je wel. Ik heb ook gezegd, zo help. Ik heb hulp nodig daarbij. Heerlijk. Maar ook het mooie om dit ook te uiten. Vroeger zou ik, het is echt zo een mooi. Soort van... Van je bent toch zelf coach, dus hoe zou je dan hulp vragen of zo? Weet je? Ja. Maar ik denk alleen maar van ja, maar dit heeft er ook mee te maken met die ware natuur. En als de ander daar ook open voor staat, en dat is zo, weet je wel, ja, dat is heel heftig, maar je komt ook wel tot een level. Dat je denkt, dit is intens, maar dat is ook heel mooi intens. En de waarheid en de eerlijkheid en ophartigheid om bij elkaar te mogen doen, te kunnen doen. Ja. Ik vind dat juist een enorm compliment.
dat soort momenten, terwijl het ontzettend pijn doet, slash dat denk ik, oh, hoe komen we dan hieruit? Nou, echt ook twee keer gestaan op van, nou, ik denk dat we maar moeten stoppen. Echt zo ver. Nou, dat je denkt, dit komt niet meer goed. Jij bent dit en ik ben dit en jij hebt jouw visie. En dan heb je ook nog twee coaches op een kussen. Ze noemt coaches, laten we zeggen, over top-experts, over leiders. Die allebei exact weten hoe ze moeten leiden. Heftig hoor. En alles weer een hele visie van hoe we in het leven staan. Maar gelukkig hebben we nu ook de humor weer gevonden. Heerlijk. En dat is... Dus ik vind het ook weer heel mooi. Maar ik vind het prachtig hoe je dit deelt. Dankjewel. Ja, maar het is ik wel... Ik vind het echt heel... Ja, I know. Listen. Ik vind het wel een dingetje hoor. Maar wat ik zeg. Ik deel het omdat ik ook denk van... Dit hebben natuurlijk veel mensen. En misschien dat ze ook natuurlijk door social media alleen maar die mooie dingen zien. En die zien ook die momenten waarbij dat intense geluksmoment er ook daadwerkelijk is. Dus het is ook echt de waarheid wat je ziet. Alleen achter die waarheid zit een waanzinnig proces. Met tranen en met dit en alles bij elkaar. En continu hecht onthecht. Continu. Weer bij elkaar en het vinden van elkaar. En soms dat je ook moe van bent. En dat je het weer los mag laten. Maar dat je ook voelt van wauw, maar dit is wel heel cool. Ja. Dus dat liedje van Ak dan de Munnik, kapitein nummer 2. Als je dat kent, dames en heren, ga maar kijken. Cd'tje van jou, cd'tje van mij. Als de haven weer uit zicht is, dan gaan we de ankeren weer uit. En weet ik wel. Dus continu dat mega proces. Ik zal je één ding vertellen. Ooit toen ik in opleiding was bij Op Circus Academy. Toen was ik vrijgezel, deed ik echt van alles en nog wat eromheen, maar nooit gecommitteerd aan een relatie en zo. En ik weet nog dat ik iedere keer dat ik zei en succesvol, of ik had successen te delen en zo. En dan zei verder tegen mij, mijn coach en medeoprichter van Open Circuit Academy, dat is vrouw van Nisander, die is echt de red-headed bitch noemen we dat. Dus verder, if you live this, I bless you. Ze is echt een van, dit is mijn tweede moeder. Die zei tegen mij, weet je, ik kan zo succesvol zijn in je eentje. In een relatie. That's fucking high school, man. Yeah. You're just elementary school being successful. Dus ik spreek je graag als je echt succesvol wil zijn. En ik haat dat, want ik baal het. Ik zeg, hoe bedoel je? Ik doe zo mijn best. Maar nee, in je eentje, lieve schat. Dat is easy talk. En by the way, het is niet ergens in je eentje bent, hè? Want dat wil ik wel even laten weten. Want ik ben ook heel veel tijden vrijgezel. Dus dat is juist supergoed. Yes. Maar in een relatie leer je... Jij leert wel het meeste van jezelf... In een relatie. In een echte relatie. Ik heb meerdere relaties gehad, die tijd ook. Maar ze wisten meteen, dat laat je zo niet jezelf zien. Nee. Het moment dat ik al wist, het was echt zo'n cyclus van zeker. Dat wisten zij op kantoor zelfs daar op bij Circus. Oh, ik ben verliefd op die, hoe is het aan? Dan kwam ze heel enthousiast. En ik was helemaal 2 weken enthousiast. En dan ging je naar richting 4 weken, kreeg een soort van ruzie. Kwam een soort van, zo'n klein misje, zo'n klein dingetje. Op. Dan zei ze al op kantoor, week 4, hè? En dan wist ze al om... Week 6 was gewoon klaar. Bij mij was dat vroeger 3 maanden. Okay, nou ja, ik heb 6 weken. Op een gegeven moment heb ik ervan geleerd om iets kleiner te gaan maken. Maar dat is wel wat ik sinds, dat wil ik ook... Het was online, maar ze heeft het heel druk. Chantal zegt, sinds ik met Chantal ben, als ik het heb over high school, academy of wat dan om als mens te groeien. En even ouderschap buiten feit. Even gewoon in ons tweeën. Dat is voor mij de highest level of bewustwording, blinde vlekken. Zeker met iemand als Chantal. En ik denk dat je dat ook met Hans ervaart. Je kunt, hij ziet jouw waarheid bijna. Helemaal volledig. En dingen die misschien zelfs jij niet wil zien. Nee. En Chantal ziet exact wat ik... Ze weet al van tevoren te ruiken, te voelen. Het gaat de goede kant op. Super. Maar mijn lieve schat, dat weet je dat... Ik zeg, dan weet ik eigenlijk geluid. Nee. Dus in die high level of presence van iemand naast je... Ja, die spanning nou, is enorm. En ook die ware natuur er kunnen laten zijn. Hè? Dus dat de andere zijn waarheid er te laten zijn en daarover te hebben. En moeilijk. Je kunt ook soms zeggen van, hey, we agree to disagree. Yes. Weet je, dat is ook dan ontmoet je elkaar ook in het midden. Ja, maar heel lastig. Ja, ik ben het helemaal met Jens. Het is echt de grootste... Ik heb nog nooit in welke relatie dan ook zoveel discussies, zoveel meningsverschillen, zoveel ruzie, zoveel hoofdpijn, zoveel... Maar het mooie is, het is dus blijkbaar waard. Ik zeg ook altijd, als je onverschillig wordt... Ja. Dan ben ik klaar. Get out of it. Yes, exactly. Als je onverschillig bent, dan doet het je niks meer. Dus als je nog de moeite neemt om ruzie te maken, om die discussie aan te gaan, om de verschillen van elkaar te zien, absoluut, om verdrietig te zijn, om boos weg te lopen, dan is het dus nog steeds waard. Want mensen die altijd tegenovergestelde van liefde is haat, maar tegenovergestelde van liefde is onverschilligheid. Ja. Dat is het moment dat iemand... is killing. Is helemaal zo van, oh ja, doe maar. Ja, maakt niet uit. Ja hoor, doe je ding. Doe maar wat je leuk vindt, al die dingen. Ja. Hey.
Het wordt relatie-uitzending. We hebben gewoon Dr. Love. Nou, we weten, om de twee weken gaan we zien op de woensdag. Dus heb je problemen, heb je uitdagingen? Wil je de mening van meer weten? Kom maar op, laat me weten. Wat is op dit moment je grootste uitdaging met je liefdesrelatie, met je vriendschap? Dan gaan we dat gewoon doen. Moet je niet bij meer naar zijn. We gaan je vertellen wat je niet moet doen. Ja, precies. Ja, die. We weten niet hoe je het moet doen, maar we weten wat je niet moet doen. Dus laat ons weten. En ik ga me weer nog kiezen erin knallen voor de Full Soul Session. Yeah. Soul Fitting Session hebben. Over. Als leider, want ik zie je echt als een leider. Als je vertelt iemand waarheid. Als je het over Soul Fitting. Maar ook wat je zei toen je binnenkwam. Nou, ik heb gewoon besloten om 26 zo te gaan. Lekker. Yeah. Dat is mijn waarheid leven. Is dat ook wat je meeneemt als we kijken? Mensen aan het lachen. Dus. Is dat ook wat je graag als leider meegeeft aan je team? Aan je volgers, aan je leerlingen. Ik bedoel, klanten die al 16 jaar bij jou komen. Wow. Yeah. Ik bedoel, daar is positie. Ik bedoel, jij staat, of je het wil of niet, of je het fijn vindt of niet, whatever het is. Mensen zien je als leider. Mm. Hoe zorg je dat de waarheid die je verkondigt, op welke manier dan ook, dat het jouw waarheid is? Dat het overkomt zoals jij wil dat het overkomt? Dat is eerlijk communiceren. Mm-hmm. Dus alles waar je mee bezig bent, communiceren. En als je dan ergens voor staat, daar ook meteen naar handelen en je team ook meenemen. En soms weet je ook, daar hebben we het eerder over gehad, dat je dan beslissing moet nemen. Hè, zoals, ik had 55 lessen op het rooster van Yoga Dreams, nu nog maar 28. Omdat je dat natuurlijk moest downsizen aan de hand van dat de leden wegvallen, dus je moet dat aanpassen. En je zou kunnen zeggen, nou, we zijn weer open, dus we gaan weer naar het oude rooster voor zowel de leerlingen als de docenten. Maar dan moet je constant communiceren. Nee, dat weet ik nog niet. Letterlijk ook, ik weet het nog niet. Want het kan zijn dat iets anders nodig is. We zitten in een andere tijd. Andere mensen komen er weer bij. Dus ik ga niet klakkeloos het oude rooster. Letterlijk oud is misschien wel oud. Letterlijk. Ja. Die hoort bij een totaal ander. Ja, ik vraag ook, dus we hebben al een keer gevraagd, maar dat komt ook dadelijk in de nieuwsbrief. Oké, wat zou er voor nodig zijn dat jij weer bij ons terugkomt? En dat misschien andere lessen met andere energie. Misschien zelfs wel lessen die we nog niet eens hadden. Waar die de naam nog niet eens bestond, want die kom ik nu ook tegen. Bijvoorbeeld klank komt er ook meer bij. He, dat bijvoorbeeld yin-yoga en klank doen. Dus iemand die zit er helemaal in met de handpan, de aroma. Dus die hele beleving, die wordt nog veel groter. Okay. Dus ik heb toevallig gisteren ook weer aan Tamar, dat is een docent van mij, van hey, die heb ik dan zeg maar van een andere les afgehaald. Maar ik wil jou heel graag, want het is een goede docent, op een ander ding, zeg maar, waar zit jouw kracht? Wat voel jij wat er nodig is? Ja, dan gaan al die zintuigen aan. En dan weet ik dat er straks iets uitkomt wat en past bij die docent, maar ook waar de leerlingen behoefte aan hebben. Dus in een zin van leiderschap ga ik niet zo makkelijk terug naar het oude. Hè, ik ben ook met Nina, die ik heb aangenomen in crisistijd, wat me het meest geld kost, mijn duurste medewerker, die heb ik aangenomen in crisistijd. En iemand anders zei laatst, meer. Eigenlijk zie ik nu haar hebt aangenomen voor reorganisatie. Maar ik had niet in mijn hoofd die reorganisatie. Oh, je wist dat je het ik wist, doen. Haar moet ik hebben om iets wat ik zelf niet goed kan qua structuur nodig heb om die volgende stap te zetten. Zowel in de opleidingen zijn we andere dingen aan het doen. In het rooster zijn we andere dingen aan het doen. In het pand ben ik zelfs. Dus zowel operationeel als inhoudelijk. Alles. Dus dat leiderschap om beslissingen maken die ook, en ik daar ben ik wel een beetje bot in, moet ik zeggen. Als moet, dan moet het ook nu. Ja. Dus dan kan ik niet ik kan mensen dan niet altijd natuurlijk meenemen. Dus ik moet dat eerlijk communiceren naar de ander. Maar dat kan wel van, wow, oh. Maar voordat je communiceerde, heb je de beslissing al lang genomen. Dus. Daar is bij mijn proces natuurlijk al van tevoren geweest. Ja. Alleen dat stukje kan ik nog niet delen, omdat ik daar nu niet uit ben. Terwijl ik dan wel weet. De uitkomst weet je. Ja, bijvoorbeeld ook een voorbeeld is barjo. Heb ik zelf ontwikkeld. Dus de balletbar aan de bar, of aan de muur. En dan doe je eigenlijk zeg maar ballet in combinatie met yoga. Wow. Dat is super mooi. En dat heeft ook zijn werk gedaan. Maar ik steeds als die nu binnenkwam en ik zie die bar hangen en ik zie die balletvloer. De vibe klopt niet. Deze ruimte is voor iets anders. En dan maak ik ook in één keer echt letterlijk lopend weer. Net zoals ik vorige keer deed tijdens les. Ik loop naar de studio en ik weet, die bar moet eraf. En dan ga ik ook meteen, Vincent, mijn klusjesman, die bar die moet eraf. Er komt een nieuwe vloer in. Ik bel Marieke. Ik zeg, Marieke, sorry, maar jouw les komt niet terug. De bar gaat eruit. Wat? Help. Snap ik. Super balen. Maar ik voel dat die ruimte, die gaat dadelijk voor mindfulness trainingen. Die wordt verhuurd voor lezingen. Dat wordt meer een huiskamer. Maar dat zijn stappen die je als leider, je kunt zeggen, ja, moet je eerst allemaal gaan overleggen. Nee, sommige stappen moet je gewoon zetten
op dit moment en ook dit moment uitvoeren. En maar dat is soms wel heel lastig voor mijn team. Maar inmiddels kennen ze me wel. Advisory board en teamleden, let op. Die geven meteen een goede legitieme reden. Ja, maar dat is gewoon zo. Maar wel, daar kom ik weer terug van, hoe doe je dat dan? Terug. Blijf wel eerlijk communiceren. Dus dan meld ik ook echt, sorry. En het is super malen. We gaan kijken of een andere les voor. Dus ik kijk wel altijd van, hey, is er een andere mogelijkheid? Nee, misschien niet daar, maar misschien wel daar. Ja. En is dat niet zo, dan moeten we zeggen, ja, maar dit kan niet. Want ik kan niet alleen maar pleasend naar mijn medewerkers, zodat hun genoeg werk hebben of weer het oude. Want en ik weet ook dat als we het nieuwe gaan doen, dus bijvoorbeeld Marieke, ik zeg nee, dat wordt geen barjo, balen. Maar we hebben het daarna over, ja, maar het moet een andere les zijn. Wil je dan niet op maandag een andere les? En dat wordt nu in energetic finance. En al haar zintuigen gaan maar aan zich meer. Dus ze stuurde me een appje. Oh, en ik ga weer helemaal in die training van verwerk. Gaan we dit en we doen dans erin. Dus er komt weer iets naar boven. En dat weet ik ook niet van tevoren. Maar eigenlijk ook weer wel onbewust. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Dus die stappen, en dat is eigenlijk wel mijn... Als leider neem de stappen die rigoureus zijn, maar die je voelt, niet vanuit verstand, maar die je voelt. Sorry, maar ik moet nemen om verder te komen met z'n allen. En het is ook goed voor iedereen. Uiteindelijk wel, maar dat is lastig. Als je het nog niet ziet of als medewerker, niet tastbaar. Dat is echt iets al 2 weken bij mij in mijn keel is blijven hangen met dat hele verhaal met Clubhouse. Ja. En toen ik het uitsprak, en de grap was, het moment dat ik het van de week of vorige week met Rian over had. En zij was er nog niet, maar de afgelopen week zei ze, ja, ik besef zo waar je bent. Mm. Dus dan gaan ze vanzelf dat omarmen, omdat het ook bij het volgende level wordt. Ja. We hadden het net ook over dat ik het nu even deze week ook niet ga doen. Totdat whatever de waarheid of de intuïtie zegt van, nou, dat ik die kant op moet doen. Ja. Maar dat vind ik wel een hele grote uitdaging, omdat wij het voelen als zijnde. Kijk, het is makkelijk lullen, want weet je, de camera zit op mij en jou gericht. Dan zeg ik ook, ja, maar die beslissing zonder overleg... Maar het moment dat ik het voel, dan weet ik al alle vee wat je zei van na 20 jaar dat ik daar niet meer moest zijn. Nou, dat gevoel had ik dus echt 2-3 weken geleden. Ja. Van oké, weet je hoe geweldig het ook was, hoe fantastisch het ook is. En het heeft onder andere een relatie met jou geleverd. Ja. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dus ik weet wat de andere kant is, wat ik zou kunnen missen. Alleen ik voelde zo dat het de tijd was voor iets anders. Ja. En nu we met het volgende membership site, met al die dingen, er zijn nieuwe mensen bijgekomen, aan het bouwen zijn. Fantastisch. Oh, dan weet ik ook, oh ja, dit is wat ze doen. En dat wil niet zeggen dat Clubhouse World helemaal niet absoluut, is. Hè? Absoluut. Het alleen de valk gaat even hier naartoe. Exceed. En als het daar wel in past en het gaat eigenlijk automatisch van, oh, hey, maar ik moet de room of je wordt uitgenodigd zelf of let's go. Exact. En maar dan is het de juiste timing om het erbij te halen. Is dat, ja. En dat is dan de waarheid. Ja, en dan blijf je weer luisteren naar je ware natuur. En als jouw lijf alles in jou zegt van, het moet anders, luister ernaar. Dames en heren, wil je dit nog een keertje zeggen, dan gaan we dit als ritje doen. Dit vind ik echt vet cool. Da-da-da-da-da. Quote van de dag. Dus de quote is... Ik ben helemaal afgeleid door het muziekje. Dus als je voelt dat je vastzit en voelt dat je een beslissing moet nemen, Aramiek, luister erna en handel ernaar. Nou, zo zien jullie maar hoe dit gaat. Ik zou jullie allemaal willen uitnodigen. Check mirnaonline.nl. Dames en heren, ga ervoor zorgen dat je de 25e lekker jezelf gaat beschermen tegen overprikkeling. Want daar leer je niet alleen maar even zen en even mediteren, maar ook praktische tools. Je gaat ook tips gaan krijgen. Het is niet een quick fix van een maand lekker gaan doen. Dit moeten we dagelijks gewoon vaker gaan doen. Ik vind het heerlijk. Ik vind het zo gaaf dat we eigenlijk om de 2 weken een soort van eerste hulp bij ondernemen een soort van sessie hebben. Ja, precies. Ja. Dat we op die manier... gaan doen. Oh, by the way, en over Hans gesproken. Er komt binnenkort, ik ben in contact met hem. Nee, andersom, laat ik niet liegen. Ik heb contactgegevens van Hans en ik zou met hem contact opnemen. Dat komt dus binnenkort toch? Komt ook Hans hier. We gaan ook een trio-interview doen samen. Dus ik kijk er echt enorm naar uit om hem ook, want hij is ook een grote leider en een fantastische toptrainer. Dus dat is echt super cool. Maar ja, luister naar binnen en handelen. Zo uitdagend voor mezelf en voor iedereen. Yes, absoluut. Ik ga je uitnodigen om even kijken wat de kaarten van Chantal gaan zeggen. Let's see what's in the cards, my friend. Even kijken. En daar gaat hij. The blessing of the day. Yes.
Each morning we are born again. What we do today is what matters most. Nou, betere kaart kun je niet krijgen. En wil je nog meer checken welke kaart ze nog heeft? Check mixmedia.nl en zorg dat je Chantal Meester toevoegt op LinkedIn. Iedere dag doet ze zo'n prachtig mooi ochtendpost. En ze is momenteel bezig met afronding van prachtige aanzichtkaarten. Oh. De voorbeeld gezien, 26 prachtige mooie kaarten. Dus weet je, hou haar in de gaten. Zorg dat je op de mailinglijst komt met haar. Het wordt echt fantastisch. En ja, over 2 weken is ze hier eigenlijk. En haar deadline is om over 2 weken dat te komen vertellen. Oh, hier. Echt? Dus Chantal komt over 2 weken vrijdag komt ze hier alles over. Ik vind het zo leuk. Want kijk, ik weet niet of je het op beeld, maar deze 2 poppetjes, die voel ik ook in deze ook. Ah, oh, mooi. Zo wil ik er ook een beetje uitzien als ik dadelijk weer naar een festival ga. Oh, mooi. dat is je cadeautje, dat weet je, dat mag je meenemen. Heerlijk, heerlijk. Is er iets, Marjan zegt dank jullie wel, Marleen zegt ja, wat een mooie quote. Is er iets wat je nog als waarheid tegen de afsluiting, we gaan zo meteen afsluiten. Is er een boodschap, is er iets wat je aan onze livekijkers wil vertellen? Want we zien je over 2 weken woensdag weer. Is er iets bij je binnenkomt dat je denkt van, hey guys, doe dit vandaag of hou daar rekening mee. Pak nou, eigenlijk wat ik eerder zei, hè, want veel mensen zeggen van, ja, wat maakt me nou eigenlijk gelukkig? En dan wil ik je gewoon uitnodigen, hè, ontdek wat jouw ware natuur is. En ja, dat gaat wel via stilte. En of dat nou via een wandeling in het bos is, of even meditatie doet op jouw manier. Maar ga terug naar die ware natuur. En dan zul je ook merken dat je jouw waarheid vindt. Heerlijk. En eigenlijk wil ik gewoon lekker afsluiten met een lekkere celebration. Want dat is het vandaag, dames en heren. Heerlijk. Oh, wat heerlijk. It's a celebration. Laten we een feest maken. Come on. All right. Ik kan ook dansen. Ja, wil je dansen? Ja, there you go. Ik zal niet mijn Russische mannenkoord. Die was echt heel heftig vanochtend. Dus af en toe hebben we die op. Yes, dames en heren. Het was aardig genoeg. Dankjewel, lieve Mina. Fantastisch weer dat je er was. Ja. Het is zo fijn. We om kletsen die, gewoon kijk hier. Het staat letterlijk. Het gesprek was voeding voor de ziel. Dus weet je. Ja. Chicken soul for the soup. Chicken soup for the soul. Ik kijk niet wat ik heb. Afgelopen dagen. Vrede, waarheid. Lieve schat, ik vind het heerlijk. 26, 7, dat is dan 3. Zo er dan. Woensdag 2 juni gaan we meer naar weer terugzien, guys. Ga ervoor op Instagram. Ze heeft zo'n leuke, fantastische Instagram-account. Ga ervoor. Check of je 25 erbij kan zijn. Als je meer over wil weten, check haar website meernaonline.com.nl. Ik ben met de woorden vandaag echt heel lastig te doen. En ja, dames en heren, mocht je iets leuks willen doen, mocht je iets willen paying forward doen, hij staat volgens mij hier achter de kantoor, luistert hij waarschijnlijk nu mee, maar Raymond Bronkhorst is vandaag jarig. Dus ga vooral berichten sturen dat hij jarig is, dat hij helemaal overweldigd wordt geraakt. Want we hebben hier het hele kantoor helemaal versierd voor hem, dus zometeen gaan we confetti doen. Hij werd wel beter. voor hem doen, dus. Nee, guys, het is een mooie dag, 19 mei 2021. Ik ga stoppen. 2011. Het was me een waar genoegen. Net als Marleen zegt, dankjewel Aramika Mirna. Nou ja, tot zover voor de dag van de route. Het was fantastisch. Dank dat jullie erbij waren. Tot morgen. Oh, wacht even. Tot morgen. Want Hugo Bakker is morgen. Hij is mijn pre-party, zeg maar, van het webinar. We gaan het met Hugo hebben over de trends op online marketinggebied. En vrijdag is Eva, ja, de nummer 1 expert. De nummer 1 auteur van topmanagementboek.nl. Hier, die komt haar boek presenteren. Nee. Ik vind het zo fantastisch dat ze weer is. Aankomend 2 dagen hebben met experts te maken. Mocht je denken, ik wil meer naar LinkedIn halen, checkonline.com, meld je aan, want morgenochtend om 11 uur, van 11 tot 1 gaan we knallen op LinkedIn. Ik heb al gespamd. Ja, ik krijg allemaal mensen die zich hebben aangemeld. Fantastisch, het was me waar genoeg. Nu kan de intro erbij. Lieve Mirna, it was a pleasure. Tot wat de heerlijk. Volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg allemaal. Heerlijk. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 1 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social sellers op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot allemaal. See you later. Een mooie dag.